Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 10 april. Het is zonnig in Nederland, hoewel er ook vrij veel bewolking aanwezig is. En die bewolking die blijft ook vanmiddag aanwezig. Wat verder natuurlijk opvalt is de temperatuur. Gisteren werd het nog ruim 20 graden op de meeste plaatsen in het land. Vandaag moeten we het doen met zo'n 10 tot 14 graden. Ook vanavond is het frisjes met zo'n 8 à 9 graden. Er zijn wolkenvelden en opklaringen en er waait een matige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Vannacht kan de temperatuur dalen naar een graad of 3 tot 4 aan de kust tot 1 of 2 graden landinwaarts. Ook dan zien we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Morgen een. Vrijwel vergelijkbaar weerbeeld met dat van vandaag. Temperatuur ligt tussen de 11 en de 13 graden en er is een afwisseling van wolken en zon. Heel misschien valt er land inwaarts een enkel buitje, maar die kans is niet al te groot. Op woensdag is de kans op neerslag wel vrij groot, want dan komt er vanuit het noorden regen. Die regen die trekt dan van noord naar zuid over het land, maar dat gaat heel langzaam. In het zuidoosten blijft het nog lang droog en kan de temperatuur oplopen naar een graad of 15. In het noorden wordt het een graad of 10. Verder staat er een stevige wind uit westelijke richtingen, matig tot krachtig, mogelijk op het Waddengebied nog zelfs een harde wind en dat is windkracht 7. Donderdag en vrijdag slechts een enkele bui, met temperaturen tussen de 10 en de 12 graden. En ook in het weekende, het paasweekend, ziet er nog niet naar uit dat het dan echt veel beter wordt. Mijn naam is Remon Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.